Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik 3 DIY's voor jullie met marshmallows. Perfect voor de kerst. En wat ik ga maken, ga ik je nu natuurlijk laten zien in deze video. Ik begin met deze warme chocolademelk met sneeuwpoppenhoofdjes erin. Daarvoor heb je helemaal niet zoveel nodig. Marshmallows natuurlijk. Ik heb hier een stift met levensmiddelenkleurstof. Dan heb ik daar een soort glazuur en warme chocolademelk natuurlijk. En dan nog een schaar. Die moet heel erg schoon zijn natuurlijk, omdat je ermee in eten gaat knippen. Je gaat namelijk de bovenste laag van de marshmallow zo afknippen. Die breng ik dan weer even in vorm, dat die mooi rond is, want door te knippen is die een beetje vervormd. Dat willen we niet hebben. En hierop ga ik dan met de stift en met het glazuur een gezichtje tekenen. Ik begin eerst met de neus. Dan de ogen. En als laatste de mond. Dan is de eerste al klaar. Ik ga er gelijk nog eentje maken. En het enige wat ik dan nog hoef te doen is in de warme chocolademelk leggen. En dat doe ik wel heel voorzichtig, want anders is het zonde als ze gelijk overspoeld worden. Ook deze DIY heeft met sneeuwpoppen te maken. Daarvoor hebben we weer marshmallows nodig, koekjes, strooisel, glazuur. En opnieuw heb ik dus de stift en glazuur erbij. Deze sneeuwpoppen zijn al gesmolten en daarvoor heb ik dan glazuur. Ik doe ongeveer 1 theelepel glazuur bovenop dit koekje. Dit is dus het gesmolten deel van de sneeuwman. En dit probeer ik zo gelijkmatig en glad mogelijk op de bovenkant van het koekje te krijgen. Als dat gedaan is, zet ik zo de marshmallow erbovenop. Even goed aandrukken. Dan komt hier dit strooisel. Nou, dit worden de knopen die ooit op de sneeuwman hebben gezeten. Die hoeven niet in een rechte lijn te liggen, want de sneeuwman is natuurlijk gesmolten. Dan ga ik weer het gezichtje maken. Eerst de neus weer. En dan komen de ogen en de mond erbij. En bij deze maak ik ook nog armen. En dan zijn deze 2 sneeuwpoppen al helemaal klaar. Voor de 3e DIY ga ik rendieren maken. Dus marshmallows heb ik weer. Ik heb pretzels. Dit strooisel in rood-roze. Dan heb ik nog tandstokers en weer dit glazuur. En de tandstokers die zijn eigenlijk alleen om ze straks op neer te zetten als ze klaar zijn. Maar daarvoor moet ik eerst de pretzels zo in 2 breken. Dan heb ik zo deze 2 stukken die mooi als gewei gebruikt kunnen worden. Ik heb een paar stukken gewei klaar liggen. En nu ga ik van deze marshmallow dit hoekje zo voorzichtig openmaken. Niet te ver. Dan kan ik een stuk gewei erin vastzetten. En als ik hem weer aanduw, dan zit hij goed stevig vast als het goed is. Nog even stevig aangedrukt. En dan kan ik het gezicht gaan maken. Ik maak eerst de oogjes. En de neus mag natuurlijk niet vergeten worden. Daarvoor zet ik eerst zo'n stipje hier.
en dan komt er zo'n bolletje van suikergoed bovenop. En dan pak ik een tandstoker, die zet ik in de marshmallow. En dan kan je hem zo neerzetten zodat hij er rechtop staat en op een plateau presenteren. En nu heb ik dus al gelijk 3 rendieren klaar liggen. Ik hoop dat jullie deze 3 marshmallow DIY's leuk hebben gevonden. Ik ben benieuwd welke jullie het leukste vonden, dus laat me dat weten in de reacties. En als je de video leuk vond, geef hem dan een duim omhoog of laat natuurlijk een reactie achter. Ik hoop ook dat je je abonneert op dit kanaal en als je dat doet, klik dan gelijk even op het klokje naast de abonneren button. Als je dat doet, mis je nooit meer een video van ons, dus ik hoop dat je dat doet. Dan zie ik je in de volgende video weer. Tot dan en dag!